Ik zou het leuk vinden als jij die boot ging. We hadden het er even op de boot natuurlijk over. Om die boot te gaan dopen. En Henk kan er niet bij zijn vandaag. Want die vond het misschien toch nog wat te eng om op een boot die niet gedoopt was te gaan varen. Maar wij durfden dat wel aan met elkaar. Dus ik ben wel super blij dat we hier nu kunnen zijn. Op dit prachtige plekje van Voorne-Putten. Waarin we toch niet alleen deze boot nu straks ten doop gaan brengen. Maar waar we ook even stilstaan bij het duurzaam aanpakken van deze infrastructuur. De toeristische infrastructuur van Voorne-Putten. Waar we allemaal onwijs trots op zijn. En in samenwerking met Staatsbosbeheer hier goede stappen aan het zetten zijn. Als je nou kijkt hoe dat 4 jaar geleden was. Dan ben ik niet alleen hier, maar ook op andere plekken in de Bennissen. Het Brielse Meer, daar ben ik super trots op wat we allemaal voor elkaar hebben gekregen met elkaar. En daar mogen we ook wel eens een keer bij stilstaan. Klein gezelschap, maar een applausje voor jezelf mag best even. Dus dat, Marieke, heel goede dingen ook gedaan. Dus dat betreft. Ik weet niet of er een koord is, want dit lijkt me toch wel echt een moment om even die boot te dopen. Pak jij hem? Ja, ik ga er samen naartoe. Ja. Yes! Yay. Als we doen, doen we het goed. Ja, die belde dat zijn feestje niet doorging. Dus of hij nog welkom was op mijn feestje. Er zit nog niet zo genoeg in hoor. Oh, dat moet even een beetje. We moeten even die schuim die moet even een beetje. Proost. Op alle moois. Behouden vaart. Op een behouden vaart. Kijk, ik ook. Jammer. Heel goed. En als we wat overtredingen zien, dan mijn naam is Daniel van Veen. Ik werk voor Staatsbosbeheer. En we staan op deze zonnige dag staan we in de Krimsloot. En in de Krimsloot is op het moment door de bestuurders van het recreatieschap is er een symbolisch moment geweest voor de steigers en oevers. Hier zien we dat er een nieuwe oeverwand is geplaatst. En dat is eigenlijk een heel groot project geweest wat zowel op het Brielse Meer als in de Bernisse heeft plaatsgevonden. Waar we zagen dat veel van de steigers en van de oevers toch aan vervanging toe waren en op sommige plekken onveilig waren. Nou, dat is een heel groot project geweest, heeft heel veel voet in de aarde gehad om dat allemaal te kunnen vernieuwen. Maar daar zijn nu echt stappen op gezet. En ook hier dus in de Krimsloot is een mooie nieuwe damwand gemaakt waar je met de boot kan aanmeren. En als kers op de taart hebben we daar de nieuwe boot van het recreatieschap ook aangemeerd met de bestuurders van het schap erop. Die zijn met de boot zijn ze aangekomen en hebben we deze boot ook meteen kunnen dopen met, zoals het hoort, een fles champagne. Brielse Meer is bij uitstek natuurlijk een fantastisch recreatiegebied waar alle soorten watersporters hun hart kunnen ophalen.